Het voormalig belastingkantoor aan de Stieltjesstraat opent binnenkort de deuren als tijdelijk asielzoekerscentrum. Het Centraal Orgaan voor Opvang Asielzoekers legt de laatste hand aan de herinrichting van het gebouw. Op deze locatie komen 300 bewoners te wonen voor maximaal 2 jaar. Het zullen mensen zijn van verschillende nationaliteiten, verschillende gezinssamenstellingen, zowel alleenreizende stellen als gezinnen met kinderen. Mensen zeg maar, die al te horen hebben gekregen dat ze recht hebben op een tijdelijke verblijfsvergunning. Ook mensen die zeg maar, nog in procedure zijn, waar dus nog gesprekken gaande zijn of ze mogen blijven. Maar het kunnen ook mensen zijn die uiteindelijk terug moeten naar het land van herkomst. Mensen slapen met 4 personen op een kamer. Ze delen de keukens en het sanitair. Daarnaast zijn er recreatieruimtes waar mensen kunnen verblijven, waar ze met elkaar in gesprek kunnen gaan, waarbij ze ook een spel met elkaar kunnen spelen, waarbij ze op hun telefoon kunnen kijken. Er zijn verschillende leslokalen aanwezig waar mensen onder andere bijvoorbeeld Nederlandse taal krijgen. Maar er is bijvoorbeeld ook een speelruimte voor kleine kinderen. Op een opvanglocatie blijven gezinnen bij elkaar op een kamer. Alleenreizende stellen, je zorgt ervoor dat mannen zoveel mogelijk bij elkaar zitten, dat vrouwen zoveel mogelijk bij elkaar zitten als zij zeg maar, alleen reizen. Daarnaast houden we natuurlijk zoveel mogelijk rekening mee dat mensen zeg maar, die met elkaar dezelfde taal spreken ook bij elkaar zitten. Op het moment dat een gezin bestaat uit of 3 personen of bijvoorbeeld 6 personen, dan zorgen we ervoor dat het gezin altijd bij elkaar blijft. Dan komt er niet nog zeg maar, een andere persoon op die kamer bij. De locatie blijft hier tot september 2018. Het COA is heel blij met deze locatie. Het is een hele centrale ligging, dicht bij het openbaar vervoer en heel veel andere voorzieningen, onder andere onderwijs, heel veel culturele voorzieningen. Er zit ook een park dichtbij. We hebben natuurlijk de afgelopen jaren al heel veel ervaringen opgedaan in Nijmegen met verschillende vrijwilligersorganisaties en andere organisaties. En daarom zijn we zeg maar, heel blij dat we hier zeg maar, weer een opvanglocatie kunnen openen.